Welkom bij aflevering 6. Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma in Arnhem. En daar is neefje Jamil net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. Ik zag het nieuws en ik dacht, dit is onbestaanbaar. Dit moeten wij niet willen in Nederland. Amerikaanse toestanden, hier moet opgetreden worden. Er leek een verdachte te zijn die op zich van zijn kant niet gewelddadig was. En zo lang doorgingen tot ze letterlijk het leven uit hem drukten, geslagen hadden. Ik dacht, dit kan niet. Hier moet tegen opgetreden worden. Hier moet de rechtbank straks iets mee doen. Mijn standpunt is dat als hier iets mee gedaan wordt, dit soort excessen door kunnen blijven gaan. Gerechtigheid. Dat is wat de nabestaanden van Mitch en Driekes willen. 2,5 jaar geleden werd Mitch dronken opgepakt op een festival in Den Haag. Hij zou als grap tegen de politie hebben geroepen dat hij een wapen zou hebben. Daarbij greep hij naar zijn kruis. Mitch wordt door 5 agenten overmeesterd, waarbij door 2 agenten hardhandig geweld wordt gebruikt met de omstreden nekklem. De 42-jarige Arubaan overlijdt een dag later. De nabestaanden zijn vol verdriet en onbegrip. De zaak Henriques maakt in de hele samenleving heftige emoties los. De 2 verdachte politieagenten moeten zich verantwoorden voor de rechtbank. Ze krijgen een codenaam, DH01 en DH02. De familie van Mitch schakelt 2 advocaten in om hem bij te staan. Richard Korver en mijn jongere broer Gerald. Ik denk dat je moet kunnen zeggen dat in deze zaak agenten het omgekeerde hebben gedaan dan hetgeen zij blijkens hun politietaken behoren te doen. Als op een gegeven moment, en dat is dan onaardig, en dat is zeker niet discriminerend bedoeld, maar dat is wel de realiteit van de dag. Als je op een gegeven moment een man hebt met een lange baard in een jalaba, zo'n soort jurk, die hard roept, ik heb een wapen, dan helaas tegenwoordig schrikken mensen daarvan, worden ze bang en nemen ze serieus. Maar in zo'n situatie, in de zomer, strakke kleding, niets verhullend. Heidekje zat een vrij strak shirt aan en een strakke broek aan. We hebben getuigen, fabrikant, die aangeeft dat hij een man met een Antilliaans accent hoorde roepen dat hij een wapen had, kaliber 52. En ook dit punt, niet aan de orde gekomen op de zitting, vind ik een belangrijk punt. Kaliber 52, waar praat je dan over? Op onze Nederlandse fregatten zitten kaliber 50 wapens. Op tanks, panzervoertuigen, heb je dat soort wapens. En zou Henriques een nog groter wapen in zijn broek hebben? Een verbalisant. Die verstand heeft van wapens. Die weet direct, een punt 52 kan je niet in je broek hebben. Daniel Vijs sprak ondertussen met de vrienden van Henriques. En zij zeiden, neem hem mee, anders wordt hij aangehouden. Aangehouden voor openbare dronkenschap. Niet om het zo te zeggen, omdat er een dreiging was van een vuurwapen. En hoe verricht hij die aanhouding? Hij beschrijft dat. Versnelde pas aflopen, Henriques. En vriend die erbij was, die moest dan weg om hem zo te isoleren. Iemand met een wapen? Iemand met een wapen aanhouden? Op die manier? U weet hoe het gaat. Als de verdenking er is dat iemand een wapen heeft, als agent dat durven op te treden, sorry voor mijn woorden, want in de praktijk wordt er dan een AT gebeld. Maar als ze al optreden, dan wordt direct het wapen getrokken en op afstand gezegd, op de grond, op de grond. Als we kijken naar hetgeen ik vandaag besproken heb met uw rechtbank, dan kan je alleen maar concluderen, geacht college, dat het handelen van de agenten in deze zaak disproportioneel was. Snel na het overlijden van Mitch volgen er protesten in de Schilderswijk tegen politiegeweld. Eisen dat de betrokken agenten hangende het onderzoek worden
worst. Ze hebben gewoon die man doodgemaakt. Dat is toch te gek voor woorden. Ja, en dat er dan de mensen op opstand komen, ja. Hier spreekt de politie. Verwijdert u of er wordt... De sfeer slaat echter al snel om. Railschoppers trekken door de wijk en er hangt een broeierige, gewelddadige sfeer... die al lang niet meer alleen te maken heeft met de dood van Mitch. De zus van Mitch en Riekes doet een oproep om de gemoederen te bedaren. Ik heb mijn broer verloren door geweld en ik wil niet dat het echt daarop uitloopt. Terug in de rechtbank. Wat mij vooral bezighoudt is of hier gehandeld is op basis van vooroordelen... dan wel sprake is van etnisch profileren. Wordt de ene burger eerder als gevaarlijk beschouwd dan de ander? Saskia Belleman is net als mijn broer Gerald onlosmakelijk verbonden aan het Nederlandse rechtssysteem. Ze volgt de zaak van Mitch en Riekes op de voet. Ik wil van Saskia weten wat deze zaak in haar ogen zo bijzonder maakt. Die zaak is natuurlijk in alle opzichten atypisch. Omdat de verdachten politieagenten zijn. Omdat niemand weet wie ze zijn. Zelfs de rechters weten dat volgens mij niet. Hun identiteit is afgeschermd. In de zittingszaal zitten ze achter een scherm. Hun stemmen worden vervormd. Dat is een unieke situatie. Dat maak je vrijwel nooit mee. En dat is voor nabestaanden is dat vreselijk frustrerend. Want die zijn dus niet in staat om... degene die zij verantwoordelijk houden voor de dood van hun geliefde... in de ogen te kijken. Om te kijken, tonen ze oprecht berouw? Wat vertellen ze eigenlijk? Menen ze het ook echt? En ik kan me voorstellen dat nabestaanden hierdoor het gevoel krijgen van... ja, wie moet hier nou eigenlijk worden beschermd? De samenleving of de verdachte politieagenten in dit geval? En ja, voor Gerald Roethoff, die een deel van de familie van Mitch en Riekes bijstaat... die zit natuurlijk met het probleem dat hij het gevoel heeft... dat hij onvoldoende zijn cliënten kan bijstaan... omdat hij niet kan zien wie die verdachten zijn. Voor mijn jongere broer Gerald en advocaat Korver is het een belangrijke zaak. Zij vertegenwoordigen de nabestaanden van Mitch... die kort na zijn arrestatie om het leven is gekomen. Het OM meent dat de dood van Mitch niet is veroorzaakt door de nekklem... De advocaten willen in hun pleidooi de rechters overtuigen dat dit wel het geval is. Meneer Roethoff, hoe lang denk je nodig te hebben? Weet ik niet, moet ik u zeggen. Oh. Anderhalf uur? Ja, okay, twee uur. Nou, ja, goed. Dan, als op een goed moment, of als u daar zelf hoeft, dan heeft, als de rechtbank wel heeft, geef ik even een seintje. U heeft het woord. Dank u. Als we het dossier bekijken, dan zien wij dat we bijvoorbeeld een getuige hebben die zegt... dat ze heel erg geschrokken is van het voorval. En die in een verklaring als het ware vraagt, bijna wanhopig... als de politie zulke dingen kan doen bij bijvoorbeeld mijn vriend en mijn vader. Bij wie kan ik nog terecht voor hulp? Het handelen van de agenten was onmenselijk. Riekes werd tegen de grond geslagen. De agenten gingen tekeer. Hij kon zich niet verzetten. Hij had geen schijn van kans om zich te redden. Terwijl er van bovenaf druk op hem wordt uitgeoefend... in combinatie met een nekklem, pepperspray, vuistslagen in het gezicht... het bijzonder lastig is om nog adem te halen. Kort de keel dichtknijpen kan al fataal zijn. Zo oordelen ook collega-rechters van u. Verschillende getuigen hebben verklaard... dat de heer Henriques zijn urine heeft laten lopen. Volgens cliënten is het onaannemelijk... dat de verdachten dat niet zouden hebben gezien. Nadat Henriques onder controle was gebracht... hebben de verdachten hem eerst 2 minuten en 16 seconden laten liggen. Door Henriques niet direct te controleren... en hem niet in een stabiele zijligging te leggen... is de ademhaling van Henriques bemoeilijkt. Hetgeen door de korpschef van de politie ook als ernstig plichtsverzuim wordt aangemerkt. De moeder van zijn kind gaf in het spreekrecht aan... dat er zelfs voor een dier dat gewond is een ambulance wordt gebeld. De heer Henriques is bewusteloos in een ME-bus gelegd... En niet op een bankje, maar op de grond, voeg ik er maar aan toe, meneer de griffier. Niet op een bankje, maar op de grond. Agenten hebben het recht, ze hebben het geweldsmonopolie. En het geweldsmonopolie is in deze zaak misbruikt. Feit is wel dat ik inmiddels van meerdere politiemensen heb vernomen... dat DH01 door hen wordt gezien als een cowboy. Iemand die altijd vooraan staat bij agressie. Mocht u in de raadkamer neigen naar... iets anders, dan heb ik het over of een vrijspraak of een ontslag van alle rechtsvervolging. Dan wordt u uitdrukkelijk verzocht en uitdrukkelijk gevraagd om een tussenuitspraak te wijzen. Omdat inderdaad het onderzoek in deze zaak niet volledig geweest is. Justice must not only be done, must also seem to be done.
moet zichtbaar zijn. Is de nekklem door de politie nu wel of niet de oorzaak van zijn overlijden? Voor de nabestaanden van Mitch en de advocaten is er maar één uitspraak mogelijk. Gerald ligt dat toe. We hebben een rapport van de patholoog gezien waar meneer van top tot teen verwondingen had. Meneer was gezond, springlevend en vrolijk. De politie houdt hem aan op een gewelddadige manier. Dat is geen discussiepunt. Laat hem liggen, minutenlang, zonder medische hulp. Geen discussiepunt. En overlijdt daarna. Het is nog even wachten op het oordeel van de rechter. Ik vraag me af wat Gerald drijft om als waakhond van de samenleving te willen functioneren en te strijden voor de opheffing van de nekklem. Op kantoor in Amsterdam wil ik het met Gerald, Machteld en Jamiel hebben over discriminatie en vooroordelen. Mijn familie is inmiddels door de wol geverfd en weet als geen ander hoe meedogenloos de andere kant van de samenleving eruit kan zien. Oké, maar één ding. Hoe weet je of iets een vooroordeel is of niet? Nou, laat me het zo zeggen. Mm-hmm. Ik heb het niet over de kleur, maar ik heb het over een vooroordeel. Ja, oké. En wat is het vooroordeel? Als ik me kom aanmelden voor een zitting. Mm-hmm. Ja. Ik zeg, ik kom voor een zaak van 2:30. Mm-hmm. En dan kijken we de lijst. En nog een keer op de lijst. Dan zeg, meneer, wat is uw naam? Roethoff, ik was toen pas begonnen, maar ik kende me nog niet. Ik zie uw naam niet staan. Zeg, mevrouw, waar heeft u gekeken? Je moet kijken bij de advocaat. Oh, sorry. Als je dan rood wordt, dan denk ik... Ik kom met mijn koffer aan en mijn pak, dat je in ieder geval een vooroordeel gehad hebt. Een hedendaagje op een vooroordeel. Dat ik een boef was. En of met mijn kleur te maken, ik laat in het midden, maakt mij niet uit. Nee. Maar een vooroordeel is dat wel geweest. Maar je had toen ook een ringoorbelletje in, of had je er zelfs twee in? Nee. Ik heb ooit een oorringetje gehad. Goud ook nog. Goud, tuurlijk goud, niet zilver. We gaan voor het beste. Nee, nog goud. Dus maar... Als ik terugdenk aan die setting, die mevrouw stond aan die kant van mij, dus ze kon de hele orde niet hebben gezien. Maar goed, dat is zijde. Maar als ik het heb over vooroordelen, kijk, wat ik zeg is, de manier waarop je overkomt en wat je zegt en wat je doet, zegt heel veel. En wat ik echt tegen elke, zou ik willen zeggen, gekleurde advocaat willen zeggen, om maar te voorkomen dat je in een situatie komt waarbij je denkt dat er sprake is van een vooroordeel, zorg dat je representatief gekleed bent. Ik heb één keer gehad dat ik op het politiebureau kom. En dat zij dachten dat ik de verdachte was. En toen liep het hele, de politie liep er voorbij van, oh, deze kamer is al bezet. Dat is eigenlijk het enige. En ja, op de rechtbank een keer van, nou ja, van, oh, doet de toga aan. Oh, oké, nou ja, dat. Maar als men mij misschien inderdaad door de rechtbank ziet lopen... Goed gekleed, denk maar wat een mooie vrouw. Nee, dan ja, denkt men... Ze wel, nou, oké, okay, goed. Lief, aardig, dankjewel. Maar waar het om gaat, de vraag is, wat voor rol heb ik dan? Dan zullen ze misschien denken, reclassering of tolk. Weet je wel, dus dat maakt wel uit. Ze zullen misschien niet denken van, deze dame komt hier en die is zelf verdachte. Ja. Dus dat is denk ik wel mijn voordeel geweest. Bij het proces over de dood van Henricus is een parlementair waarnemer uit Aruba aanwezig. Zij heeft het gevoel dat de verdachte politiemensen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Net als mensenrechtenactivist Boris Dietrich volgt zij de zaak met argusogen. Er zijn meer zaken in Nederland die spelen waarbij Arubanen betrokken zijn. Maar nog nooit een parlementslid hè, uit Aruba die overgevlogen is. Ik heb het nog eerder meegemaakt. Het is ook zo. Hoe komt dat? Wat is de reden daarvoor? Nou, het komt omdat omdat die zaak inderdaad heel veel aandacht heeft gekregen van de media. Dat is één. En ten tweede dat wij heel erg het gevoel hadden dat er iets klopte gedurende het hele proces. Okay. Omdat in het begin was het verhaal van die was overleden, later in het ziekenhuis. En toen bleek dat hij inderdaad al in het busje waarschijnlijk dood was. En toen vonden wij, het is grote Nederland tegen kleine Aruba. Het begon bijna landen tegen elkaar bijna. En we hebben besloten, als voorzitter van de commissie Justitie, is mij gevraagd om de zittingen bij te wonen. Want we willen het gewoon kunnen volgen, meer ogen, meer oren, om te kijken wat er precies gebeurt. Ik vind het zelf een hele belangrijke zaak, omdat ik daar een hele nieuwe maatschappelijke ontwikkeling in zie. Dat de autoriteit van politieagenten, maar ook van rechters, niet zomaar meer wordt geaccepteerd. Klopt. Mensen moeten dat verdienen. Als mensen zich schuldig hebben gemaakt ergens aan excessief geweld bijvoorbeeld. Dat mensen zien dat de politie niet zomaar alles kan doen. Maar dat als die te ver gaan en een beroepsfout maken, daar verantwoordelijkheid voor nemen. Maar voor ons is, je staat niet boven de wet. Niet om nog meer stress op u te leggen, maar u bent wel
gaat zich wel uit namens eigenlijk het hele volk van Aruba. Als hij de familie ook verdedigt. Want het gaat ons om ons allemaal. Het is een broer en zoon en vriend van zoveel mensen op Aruba. Precies. Moeten we nou bang zijn om in Nederland te zijn? Moeten we bang zijn om grapjes te maken? Hoe is dat nou? Dus voor ons is het heel belangrijk hoe dit afloopt. En u bent onze stem in deze. Die verantwoordelijkheid neem je. Je beseft dat hij op je schouders rust. En dat geeft mij in ieder geval extra kracht. Mijn extra motivatie om het nog beter te doen dan goed. Dus dat gaan we doen. Op de achtergrond houdt mijn jongere zus Machteld zich ook met de Henriquezaak bezig. Zij filtert de mailbox op allerlei nare mailtjes. Ik begin me als Nederlands staatsburger steeds meer te ergeren aan uitlating van meneer Roethoff en familieslachtoffer. We leven in een fantastisch land. Stel je eens de vraag, wat als meneer Henriquez nu eens niet de bink had uitgehangen? Dan had de staat in ieder geval geen oeverloze kosten hoeven maken voor juridische kosten. Kosten voor de belastingbetaler zoals ik. Echt, wij niet hoopvol op een betere toekomst in wat ooit ons mooie Nederland was. Maar voor uw kantoor is het in ieder geval kassa. Dat is alweer positief voor u, want het draait tenslotte om de knikkers. Wat ik me kan voorstellen is als je mailtjes binnenkrijgt en mensen die betichten je overal van dat je een zakkenvuller bent, dat je knikkers verdient over de rug van anderen, dat je misschien toch wel eens af en toe iets hebt van nou, doe, dit irriteert mij. Nou ja, wat ik denk is, joh, fact-checking alsjeblieft. Want er is laatst nog een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat eigenlijk qua pro-deo-advocatuur dat het echt geen vetpot is. Sterker nog, dat het onderbetaald wordt. Op kantoor ontvangen Gerald de Machteld een cliënt. Die vindt dat hij ook slachtoffer is geworden van excessief politiegeweld. En wil nu de nationale politie voor de rechter dagen. De cliënt wil daarom anoniem blijven. Waarbij mij herhaaldelijk is gevraagd om me te legitimeren. Ja. Waar ik aan heb voldaan. Waarbij mijn raam is ingeslagen. Met glasscherven in mijn oog en op de stoel tot gevolg. Waarbij ik geboeid ben, onterecht ben geboeid, wat ook is erkend door de ombudsman. En waarbij ik ben ingesloten in een ondergeurineerde politiecel. En daar maak ik geen geheim van. Ik heb inderdaad ook iets met de politie meegemaakt, klopt. Te makkelijk en te snel staande worden aangehouden, om niets. Dus wat dat betreft ben ik inderdaad, kan je zeggen, een ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Advocaat Gerald Roethoff is vanmorgen gearresteerd en naar eigen zeggen onterecht urenlang in een cel vastgehouden. Hij werd aangehouden voor een controle, maar omdat hij weigerde zijn auto te laten doorzoeken, sloeg de politie hem in de boeien en besproeide hem met pepperspray. Roethoff is woedend en zegt dat er sprake is van machtsmisbruik. Eerst wat ze vroeg is die auto van u? De eerste vraag, toen wist ik al hoe ver het was. Op een gegeven moment wilde de agent in mijn auto kijken. Ik vroeg hem, kunt u aangeven waarom? Kon die meneer niet. Stamelde toen iets van de opiumwet en de wegenverkeerswet. Ik heb hem nader uitleg gevraagd, kon niet. Hij zei ik moest opschuiven. Ik zei, nou, leg hem even uit. Nou, toen werd ik aangehouden, in de boeien gegooid. En daarna, God mag weten waarom, volgespoten met pepperspray. Ik was niet snel boos, echt niet snel boos, maar ik was woest. Ik heb het lang meegemaakt, dus ik weet niet hoe het werkt. Ja. Maar ik heb toen besloten om er niets mee te doen, voor mezelf. Mm-hmm. Omdat ik ken mezelf, ik kan dingen van me afzetten. Ja. Maar als het te dichtbij komt, wordt het heel lastig. Mm. Heb je in het verleden contact met justitie gehad? Nee. Helemaal niets? Nee. Oké, nou. Op de ethnic profiling incidenten na. Nee. Dus ik ben herhaaldelijk staande gehouden door de politie. Maar ik heb geen andere incidenten met politie of justitie. Lastig, dat herhaaldelijk staande houden. Heel lastig. Dat begrijp je. Dus ik denk eerst gewoon schrijven en nog niet zeggen wat we concreet willen. Mm-hmm. Schade. En in ieder geval het erkennen. Erkenning van. Ja. Erkenning van. Ja. En daarna verder. Ja, we gaan er goed werk van maken. Akkoord. Ja, dankjewel. Terug naar de zaak Henriquez. Vandaag is het de dag des oordeels in de rechtbank. Een zaak met enorme maatschappelijke impact en belangen. Waarbij het OM mishandeling bewezen acht, maar vrijspraak bepleit voor doodslag en dood door schuld. De verdediging wil dat de twee verdachte agenten een straf krijgen die recht doet aan de nalatigheid en het gebruik van buitenproportioneel politiegeweld. Het woord is aan de rechter. Conclusie van de rechtbank is dat, wat ook de precieze oorzaak van het overlijden is geweest, Henriquez in elk geval niet zonder toepassing van de nekklem zou zijn overleden. En dat de dood van Henriquez als gevolg van die nekklem aan de agenten kan worden toegerekend. Zij zijn dus verantwoordelijk voor het overlijden van Henriquez. De rechtbank veroordeelt ieder van de verdachten tot een gevangenisstraf voor de tijd van 6 maanden.
De rechtbank bepaalt dat die straf voorwaardelijk is, dus niet hoeft te worden uitgezeten. Daarmee is deze zitting gesloten. Je bent gewoon helemaal eigenlijk kapot van de uitslag. Ja, kapot. En ja, welke woorden ga je nu gebruiken? Wat ga je zeggen? Als je gewoon bijvoorbeeld die rechter die zeggen, ja, jullie zijn wel, jullie zijn schuldig voor de dood van hem, maar er gebeurt niks. Ik begrijp dit niet. En, is het. En ik begrijp dat jij het niet begrijpt. Het belangrijkste was, die agenten moeten straf krijgen. Goed, ze zijn veroordeeld. Ze hebben straf gekregen, maar uiteindelijk niet de straf waarvan jij zegt dat is een redelijke straf. De politie heeft nog geen één keer mijn cliënten benaderd voor een excuus. En dan denk ik, dat is niet oké. Ook de moeder van Mitch is vol ongeloof over de uitspraak. Ik hoop op je omhoog. En als Ami nog te content. Zij is niet blij, straf is te laag, dat zegt ze. Cameraland. Advocaat Gerald Roethoff, je vertegenwoordigt de ex-vriendin van Henrique Stevens, de moeder van zijn zoon. Vind je dat die agenten nog gewoon hun werk moeten kunnen blijven doen? Als ik met een strafblad waarbij ik verantwoordelijk gehouden word voor de dood van een ander, ga solliciteren bij de politie, dan weet je toch wat er gebeurt. Ik kom er niet in. Als ik er niet in kom, zou moeten gelden dat iemand die er wel in is, er in principe uit zou moeten. Ik heb het een polderbeslissing genoemd, maar beter dan een voorwaardelijke taakstraf. Laten we daarmee beginnen. Ja, zeker. Ja. Maar goed, Europees Hof sowieso. Ja, dat gaat gewoon door. Klopt. Is dit de grootste rechtszaak geweest tot nu toe in je advocatencarrière, zeg maar? Dit betreft een zaak waarbij het gaat om hoe moet opgetreden worden tegen de politie die over de schreef gaat. Nou ja, en wat natuurlijk ook zo is, het heeft een enorme maatschappelijke impact. Dat wil ik zeggen, qua impact is het inderdaad een van de grote zaken ooit. Gewoon van, het is wel de grootste zaak van dit jaar, denk ik, qua impact. Ik ben heel benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt.